Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt veel bewolking boven Nederland en uit die bewolking valt in het westen af en toe wat motregen. Die motregen probeert op te dringen naar het noordoosten, maar bereikt het noordoosten waarschijnlijk niet. Zeker niet in de ochtend, dan is het droog, maar wel bewolkt. Met temperaturen daar rond het vriespunt. In de middag komt het kwik in het noordoosten net boven nul, in het zuiden is het 5 graden. Er valt wat regen of motregen en op het grensvlak met de koude lucht kan ook natte sneeuw vallen. In de avond gaat de neerslag langzaam weer naar het zuiden trekken. In het noorden is het droog, klaart het misschien ook al wat op en zakken de temperaturen al richting het vriespunt. In de nacht kan het zelfs matig vriezen in het noorden. Met in het zuiden temperaturen iets boven nul. Morgen dan een droge dag. De meeste zon in het noorden van het land. In het midden en zuiden in de middag ook wel wat zon. Min 1 in het noordoosten, plus 2 in het zuiden. Rustig winterweer wat we de dagen daarna vasthouden. Met de overdag temperaturen rond het vriespunt later wat oplopend. In de nacht lichte tot matige vorst en er is flink wat ruimte voor de zon. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.